Nog niet. Nou, kom maar, we gaan. Koud. Ja, koud. En dat. Dat herinner ik me heel erg goed. Van toen ik, nou, een jaar of vier was. Dat mijn vader, die hier ook speelde. Mijn moeder, dus zijn vrouw. Ja. En kwam afhalen van een matinee. En dan liepen we hier. En dat is nog exact zoals van voor de oorlog. Ja, precies uit dat raam. Daar keek mijn moeder, toen mijn vader en mij en mijn broertje, die nog baby was en ik kon ook nauwelijks lopen, ging ophalen van een matinee. Ze speelden hier allebei, maar hij was die middag vrij. En dan ging dat raam open en dan zwaaide ze. Ja, dit was geweldig. Dus ik speelde hier zo 5 keer per jaar. En dan moet ik altijd even gedag zeggen. En dan komt je hele leven terug. Ja, in één beeld. Mijn eerste vraag aan jou is, hoe is het met je geheugen? Mijn geheugen, dat valt in tweeën uiteen. Wat ik leer, onthoud ik wel. Maar op namen kom ik soms wat minder snel. Hoe heet je voluit, weet je dat nog? Henri-Julien Croiset. En op het geboortekaartje stond, we noemen hem Hansje. Want je grootvader heette Heijman, dat is... Ja, dat is van de andere kant, maar van mijn moeder, ja, dat is Jules Verstraeten. Ja. En die, dat is officieel natuurlijk Julien. En mijn broer heet dan met zijn eerste naam Jules. Ja. En zijn tweede naam Gustave. En dat is ook uit de familie van mijn moeder. Ja, want dat was ook een echt toneelfamilie. Ja, uit België. Ja. Het was de moeder van mijn grootvader, dus mijn overgrootmoeder, was een gevierd Vlaams actrice. Ja, je werd zelfs door je vader naar iemand toegestuurd. Ja. Waarom deed hij dat? Waarom deed hij dat? Omdat ik te kennen had gegeven dat ik wel naar de toneelschool wilde. Nee, dat is onzin. Toneelschool. Nee, je moet gewoon in de praktijk. Ja. En dan moest ik wel lessen krijgen. Ik dacht krijgen. Dat je jezelf onderbrak, maar je spreekt nu... Nee, ik spreek Max na. Ja. Ik speel Max. Dan moet ik dus goed gedaan hebben om jou voor de gek te houden. Ja. Ja. Dus jij zei, ik wil naar de... Naar de toneelschool. Dat zei jij. Ja, niet naar toneel. Nee, ik wil naar de toneelschool. En nee, dat is onzin. Dat is onzin. Nee, ik geef je wel wat lessen en... Nee. En dat komt wel goed. Maar zorg nog maar eerst dat je eindexamen haalt. Ja, terecht. Het is voor Hans zo naar, want zijn vader is gevallen en die heeft een pleisters op zijn neus. Ja, dat was de rol. Dat was afgesproken. Die stond achter de deur te luisteren en die moest met die deur in huis vallen. En die kreeg dus daarna een pleister op zijn neus. Maar die vrouw had het ervaren als echt. En die had ook de vorige avond in Diligentia een voordracht van Max gezien. Ja, dat moet hij geweldig gedaan hebben. En speelde dus in het hoofd van die vrouw dat Max door de zaal liep en iedereen aansprak in zijn waanzin, want dat ging over een gek. En dat moet uw vader, mag dat niet meer doen, de mensen zo ongelooflijk aanpakken. Dat moet u hem zeggen, ik zal dat niet durven. Maar u moet, u, tegen 13-jarigen. Ja, dus dat maakte enorm indruk op me. Mijn vader moest ongeveer God zijn. Co van Dijk heeft mij leren schminken
Die deed dat ook net zo secuur als Van Dalsen waarschijnlijk. Daar weet ik niks van. Maar Co was enorm bezig altijd met zijn wenkbrauwen en alles. En zat daar uren mee bezig en te tekenen alsof hij Rembrandt was. En, maar aan de andere kant gaf dat ook een soort concentratie in de richting van wat je 's avonds moest doen. Natuurlijk. En toen heel langzamerhand verdween, en dat heeft toch wel jaren geduurd hoor, onder de invloed van televisie en film, om het zo levensecht mogelijk te krijgen. En de belichtingen werden ook steeds beter. Hè? De kwaliteit van het licht, waardoor je dat gelijkgemaakte bruinige gezicht niet meer nodig had, omdat dan de echte trekken naar voren kwamen. En de dames deden ook steeds minder, maar ook steeds exacter. En ja, nogmaals, onder invloed van film is het verdwenen. Ik heb dat is eigenlijk ook meer dan een symbool, dat koffertje. Want er zit niks in. Je dacht wel even door met Co. Want Co nam zijn taak ernstig. Heel ernstig. Want je hebt gisteren, hebben we het even over hem gehad. Ja. Toch als een losbol. Iemand die erg bezig was met de ketenen voortdurend af te schudden. Ja, maar dat maakte ik toen niet mee. Toen was het alleen maar die man die op die troon die ik in mijn schooltijd had zien spelen in een stuk waar ik nu in zat. En dat om een rolletje over te nemen. En dat is heel bepalend voor mij geweest. In die zin dat we speelden dan de eerste keer dat hele stuk. En ik wist niet de scheiding te maken tussen het bewonderend kijken naar een grootse collega en het doen van mijn eigen werk. Dat was allemaal nieuw. Ik had geen idee wat de ruimte was. He, je had geen tijd om de dingen te overdenken. Je moest. En ik denk dat Co daar dat het dat opgevallen was. En dat hij me altijd elke avond met kleine dingetjes bijstuurde. Had altijd een commentaartje in de pauze. Had altijd, je moet ietsje rechterop lopen. Nee, je trekt je schouders zo op. Maar hij zei het altijd zo liefdevol dat je je nooit aangevallen voelde. En hij liet je ook veel naar hem kijken tussen de coulissen. Ja, maar dat kwam weer net ietsje later. Ik wou eerst vertellen hoe Co die eerste avond weer de sterren van de hemel speelde. Ja. En de tweede avond het op een schmieren zette. Maar ik had nog nooit van het woord schmieren gehoord. Nee. Mijn vader, een ernstig man. Daar. Misschien even voor de mensen die het woord smeren niet meer kennen. Nou, net buiten je tekst om de krankzinnigste dingen uit te halen. Om je collega's van de wijs te brengen. Ja, en om het publiek juist te prikkelen, te lachen, terwijl het eigenlijk niet mag. Ja, en toch de indruk te wekken dat het bij de rol hoort. Ja. En dat feilloos te doen. Er zijn er maar twee of drie die dat kunnen. En, maar goed, ik had dat nog nooit meegemaakt. Maar op een bepaald moment, de tweede voorstelling... word ik... Sorry dat ik je onderbreek. Ja, nee, geef niet. Nee, ik vind het wel belangrijk om dat schmieren... om dat nog even uit te breiden. Omdat ik de indruk heb... Nou niet zozeer misschien bij het toneel... maar bij het cabaret... dat je, zeg maar, mijn collega's niet eens meer kan uitleggen... wat het verschil is tussen een voorstelling... Gewoon naar eer en geweten spelen en smieren. Omdat dat zo door elkaar heen gaat lopen en zo gericht gaat worden naar het publiek. En bijvoorbeeld André van Duin is natuurlijk een typische epigoon van iemand die het van het smieren moet hebben. Ja. Ja. En dat maar is, dat tot kunst heeft gegeven. Ja, precies. Die heeft dat van gemaakt. En Co kon dat ook. Ja. Die kon er ook kunst van maken. Alleen, het werkte op je lachspieren op een moment soms dat het echt niet mocht. Het is heel verschil of je dat in een revue doet waar het om de lach gaat tuurlijk. Of op het toneel. Tuurlijk, en in een stuk van Pirandello. Maar op het moment dat, dat in mijn rol heeft hij gezegd, haal jij even een lamp voor mij. En dan moest ik af en achter de coulisse, achter de manteau, stond een lamp klaar. En dan pak ik hem op en dan loop ik terug. Maar terwijl ik dat doe, hoor ik praten en dat hoorde niet. En wat was hij toen aan het doen? Op de tweede voorstelling na de vakantie. Een heel stuk uit de Gijsbrecht. Wat kreeg er niet een krak? En dat deed hij ook altijd op het moment dat de directie af was. Want Arnoldi zat ook in dat stuk en dan was hij ernstig. Maar zodra Arnoldi dus de coulissen in was, dan begon hij. En soms, en toen moest ik lachen. En dat vond ik zo erg.
En toen dacht ik, nee, dat moet niet, En, maar ik wilde Co ook niet irriteren, want als je niet om hem lachte, dan kon je naar huis. Wat voor soort verwijten kwamen er jouw kant op? Ja, dat is vrij gecompliceerd. Want als we nu weten we wat er allemaal gebeurd is. Ja. En het is, toen was dat heel lastig om allerlei dingen met elkaar te verbinden. Het was inderdaad zo dat de Nederlandse komedie, ja, die liep een beetje op zijn eind. En als je terugkijkt, ga je zien het verband tussen het oprichten van Theatraal in 64 en de tomatentoestand in 69. En dat is een vrij logische gang daarnaartoe. En dat de betrokkenen en de getroffenen, dus in dit geval was dat Guus Oster en Bens van den Berg bij de Nederlandse Comedie, die zagen natuurlijk wel dat verband. Ik had de knuppel in dat hoenderhok gegooid. En dat was toch een beetje een soort veenbrandje wat door was blijven branden. Maar ik had me er verder niet meer zo ontzettend mee bemoeid. Want ik had door mijn grote mond werd ik verplicht om een ander gezelschap te gaan leiden. En dan te laten zien hoe het wel moest. Dus ik was niet meer bezig met de Nederlandse Comedie en al die andere dingen eromheen. Mag ik één voorbeeld te geven? De Nederlandse Comedie had in rond 1960 met Sjarov een prachtige voorstelling van Iwanov gemaakt. Met Han Bens van den Berg in de hoofdrol. En dat was echt aangrijpend. Ik heb hem gezien en dat was in hun goede tijd. Dus niks te daar. Prachtig. In het tweede jaar van het Publiekstheater hebben wij ook Iwanov gedaan. Met Erik Schneider en Anne Nieuwenhuizen en Petra Lazur in de grote rollen. Het was een krankzinnig succes. Het was de heropstanding van het theater. Ook zo'n voorstelling die zo'n 30 keer uitverkocht in de Schouwburg gaat. En toen had ik een maand of twee daarna een gesprek met Guus Oster. Die zei, Hans, leg mij nou eens uit, waarom is jouw Iwanov nou zo bijzonder? Die van ons was toch ook prachtig? Ik zeg, Guus, daar heb je helemaal gelijk in. Ja, maar wat is dan het verschil? Ik zeg dat wij het niet behandelen als een repertoiretoneel, maar als een overtuiging dat wij een inhoud willen overbrengen. En ik wil niet zeggen dat jullie dat niet gedaan hebben, maar de nadruk lag daar op de verwerkelijking van het vakmanschap van een toneelspeler. Ja, dat heb je als basis nodig, maar dat is niet het eindresultaat. En wilde hij dat tenslotte begrijpen? Of? Ja, hij begreep het wel. Hij begreep het wel. En ik heb later een filmopname gezien van hun oude Iwanov. En daar zag je precies dat verschil in. Daar zag je in dat Hans Bens van den Berg net zo modern was als wij nu. En dat alle anderen kon je vergeten. Ja. Daar zat niemand meer bij, terwijl dat grote namen waren. En ik ze prachtig vond. Ja. Maar ja, de tijden veranderen en godzijdank. Er wezen of er niet wezen? Dat is de vraag. Is het eervoller om lijdzaam het wispelturig lot te ondergaan dan je te weren tegen de zee van zorgen die je door verzet meent
te kunnen keren. Want in welke gedaante komt de dood je bezoeken? Je rent voor je leven op het ovaal van de wedrenbaan. Je wacht op erkenning van hem wiens ene zaadje door een kosmisch toeval dat ene eitje deed ontkiemen van haar die vervangbaar bleek. Je begon zonder te weten. Je kreeg succes zonder te kunnen. Je zag de Allerhoogste met aan zijn rechterzijde Lucifer, de duivel. Je gaf het voetvolk stem. Het dreigde je te overstemmen. Je struikelde in het aangezicht van je helden. En je krabbelde overeind. Niet voor het vermaak, maar voor het bestaan. Ik zit hier als toneelregisseur, ja, en niet om jou als solist deze Klaus te laten doen. Nee. Ik denk, deze Klaus zit ingebed in het middelpunt van dat gigantische stuk. Ja. En daar past dat zijn of niet zijn in. En een wezen, ja, dat is een als je het los hoort van de voorstelling, moet je je oriënteren als toeschouwer, er wezen. Dan blijf je hangen bij het woord wezen. Dat lijkt mij gevaarlijk, maar dat heeft dan met de rest van de vertaling te maken. Maar ja, hier is het wezen aan het begin, omdat het aan het eind is of er geweest zijn. Ja, maar dat weten we nog niet. Nee, maar dat weten we nog niet. Dat moet nog komen. Maar jij bent geen voorspeler. Nee, waag ik me niet aan, want dat zou meteen misgaan. Tom Lutz kon dat wel. En daar kon je het ook van accepteren. Sjarov was daar de meester in. Dat is een heel klein, oud, dik mannetje. Die naam moeten we, die ben ik tot nu toe, ja. Een klein, oud, dik mannetje dat een jong meisje kon spelen, beter dan het jonge meisje dat dit spelen moest. Ja. En dan is voorspelen gnadeloos goed. Mijn kritiek of mijn angst voor het repertoire toneel, als repertoire toneel bestaat uit het in levend houden van ons erfgoed, laten we het maar zo belastend zeggen, als het daaruit bestaat, dan moeten acteurs en toneelgezelschappen in staat worden gesteld om A, dat te doen en B, daar hun eigen idee aan te geven. Allicht. Maar ze moeten niet weggooien en denken dat ze vanaf nul kunnen beginnen. Want dat halen we niet meer. We hebben genoeg in voorraad om Hendrik de Zesde naar onze hand te zetten, wat Ivo heeft gedaan. En dan kan ik daar kritiek op hebben. Het is ontzettend jammer dat je het hele Jeanne d'Arc gedeelte hebt geschrapt. Maar we hebben wel Hendrik de Vierde een groot deel gezien. Dat vind ik geweldig. En dat heeft hij zo hedendaags gedaan, dat ik daar heel wat parallellen van nu in heb gezien. En daardoor kon vergeven. God, verdorie, ik had Jeanne d'Arc zo graag willen zien. Maar ja. Mijn Belial ging henen, op lucht en vleugels drijven, om uit te zien waar onze Apollyon mocht blijven. Vorst Lucifer zond hem tot deze tocht bekwaam naar het aardrijk, opdat hij eens nader kennis nam van Adams heil en staat, waarin de almogendheden hem stelden. Wie kan mij zeggen wie ik ben? Hmm.